Hoe is je spanning op het moment? Nou, ik moet zeggen, als je één sprong gemaakt hebt en die gaat redelijk goed, dan zijn een paar spanningen wel echt een beetje weggesprongen. Dus dat heb ik nu. Nu heb ik er wel zin in. Maar ja, er gaat natuurlijk weer tijd tussen zitten, dus het wordt denk ik sowieso alweer heel spannend. Ja, want je bent er net afgegaan. Is dat ook de bedoeling van die sprong, dat je even erin komt voordat je straks de show gaat beginnen? Ja, er mag één sprong gemaakt worden voor de show. En dat is eigenlijk een beetje om warm te draaien, om eventjes te voelen wat je moet doen. En daarna is het gewoon gaan. Precies. En heb je goed gevoel bij je na deze sprong? Ja, ik ben echt zo vaak gevallen. En dan gaat het ook daarna wel weer. Maar het is wel fijn dat je eventjes blijft staan. Dat je denkt, oh ja, ik weet hoe het moet. Dit is wat ik moet doen. En dat ga ik straks ook gewoon doen. Dus ik sta bijna in de fik. Ja, we sluiten hem ook gewoon af. Straks gewoon lekker knallen. Ja. En heel veel succes. Dankjewel.